Yo mensen, en super dat jullie kijken naar een video op mijn kanaal. En ik ga jullie laten zien hoe het is om af en toe op een instelling te leven. Het is nu vakantie en ik ga jullie laten zien hoe het is om op een instelling te leven. In vakantie of tijdens de schooldagen. Gewoon sowieso. Ik ga jullie gewoon laten zien hoe het is op een instelling te wonen of te leven. Ik zit niet heel vaak op een instelling tijdens de vakantie. Als school is ben ik wel elke week in deze instelling. En in de vakantie ben ik 2 dagen per week in de instelling. En af en toe een heel week. En af en toe een paar dagjes meer of een paar dagjes minder. Ik ga jullie gewoon laten zien hoe het is om op een instelling te leven tijdens de vakantie. En binnenkort ook gewoon tijdens de schooldagen. Hopelijk gaan jullie genieten van deze video. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je niet geabonneerd bent. En zeg zoals altijd, veel kijkplezier in deze video. Jongens en meisjes, ik weet jullie zien me niet te goed. Maar ik zit hier al ongeveer 4 uur in mijn kamer. En wat doe ik in mijn kamer, jongens en meisjes? Op internaat. Ik kijk op de dvd-speler van mijn internaat mijn eigen films van bij mij thuis. Nu ben ik Jack Sparrow aan het zien. Daarnet heb ik ook nog deze film gekeken. Het gaat over het leger. En ook nog Narnia heb ik ook nog gezien. En nu ben ik dus aan Jack Sparrow aan het kijken. En het gaat nog best wel leuk, ik vind het nog wel best wel leuk. Alleen het internaat zelf vind ik niet zo tof. Ik ben hier al van 9 uur en het is nu 3:30. Ja, 9 uur in de morgen en nu is 3:30 in de namiddag. Dus dat is toch al even, jongens en meisjes. En wat heb ik heel gedaan? Ik ga u eerlijk toegeven, jongens en meisjes. Ik ben om 9 uur tot 9:30, sorry. Heb ik beneden gezeten op een stoel en aan het babbelen geweest met de begeleiding. Om 10 uur ben ik gaan sporten. Ben ik even gaan voetballen. Na het sporten ben ik naar mijn kamer gegaan. En heb tot nu toe... Wacht even, na het sporten, dat was ongeveer 11 uur. Heb ik op mijn kamer gezeten tot 12:30. Van 11 uur tot 12:30 heb ik op mijn kamer gezeten. Heb ik ook even film gezien. Toen heb ik, denk ik, als ik me niet vergis, deze film gezien van het leger. En daarna ben ik gaan eten. Ja. Maar ja, nu ga ik voortkijken. Oké. Jongens en meisjes, voordat ik ga voortkijken naar mijn, van mijn film, moet ik eerst even gaan pissen. Dus ik sta hier nu in de badkamer van mijn internaat. En waarom ik fluister is, het is kamerrust. En daarom fluister ik. Wat anders. Hier, kijk, hier kan de begeleiding doorkijken als je in straf zit. Dan wordt je kamerdeur op slot gedaan, jongens en meisjes. Kijk hoe dik die deur is. En als je dan stout zet, kun je hier doorkijken. Of kijk de begeleiding hier door. Dit is dus mijn kamer, jongens en meisjes. Deze bureau is van mij thuis. Die stoel ook. Deze bed is van hier, dat is logisch. En kijk mijn klerenkast. En kijk nu, als je die opdoet, wat is dat? Dat is toch een gevangenis. Dit is toch eerlijk een isoleercel. Daarom noem ik mijn internaat een gevangenis. Kijk, de gang. Hebben jullie net gezien? Precies een gevangenis, eerlijk. Maar oké, ik ga voort. Mijn film zien, want daarom moest ik gaan pissen. Ik, jongens en meisjes, begeleiding, even. Begeleiding, als ik deze niet mocht filmen in de gang en zo, mijn excuses, ik zal het niet meer doen. Als je deze video ziet, begeleiding, Bart bijvoorbeeld, zeg dat dan. Jongens en meisjes, ik ga nu slapen. Hier op internaat moet je
tijdens de vakantie om 10:30 gaan slapen. En ik lig dus nu in mijn bed. Sneept, belangrijk of zo. En ik zie jullie morgen vroeg bij dezelfde video op mijn internaat. Yes. Mijn bedoeling is eigenlijk om van deze hier een kleine serie te maken. Een internaat-serie van hoe is het leven op het internaat. Daar wil ik een serie over maken op mijn YouTube-kanaal. Als jullie denken van, ja, dat zal nog wel leuk zijn, abonneer dan even op mijn kanaal. Want mijn subs zijn echt achteruit aan het gaan, in plaats vooruit. Ik had 1145 abonnees en nu helemaal terug 1102. Echt raar. Komt omdat ik misschien iets meer aan het uploaden ben. Ik kan daar niet veel aan doen, jongens, maar ik heb veel tijd gehad voor school. Ik heb iemand soms internaat nu. Dus daarom dacht ik van, ik ga gewoon een internaat serie maken. Van hoe is het leven op internaat? Daar ga ik een serie over maken. Dus als jullie dus denken van, dat wordt tof, abonneer even op deze kanaal. En like even deze video als je denkt van, wordt tof. En laat even een leuke comment achter in de reacties. En I know, jullie horen misschien regen. Komt het buiten aan het waaien is en aan het regenen. En jongens, meisjes, dit is mijn internaat niet meer. Ik ben nu terug thuis. En ik ga echt proberen om superleuke hoe is het leven in een internaatserie te gaan maken voor jullie. En vlogs tegelijk. Ik hoop dat jullie gaan genieten. Ik zeker vast wel. En hoop dat mijn abonnees er terugkomen. Die denken van, het is wel leuk om deze kanaal. En het is wel leuk, de internaatserie. Dus duimen voor mij. Vingers gekruist. Jongens en mensen, het is heel toevallig. Maar ik heb toch een paar dagen geleden, of een paar weken geleden, of ja, vorige week denk ik, ben ik gaan kijken met mijn klas, hè, in Kasterlee. Dat is heel toevallig, jongens en mensen, maar ik ga nu donderdag met mijn internaat, ga ik ook proberen te filmen als dat mag met mijn begeleiding, ga ik opnieuw daar kajakken. Maar niet met mijn school, maar met mijn groep van mijn internaat. Ik ga vragen of ik mag filmen. En zo ja, dan maak ik daar ook een vlog van, voor mijn serie. Jongens, dit was dus mijn eerste video van internaat serie. Maar ik beloof dat de komende series van de internaat leuker gaan worden dan deze video. Deze video is hashtag 1 internaat serie. Deze video is een beetje anders dan ik verwacht had. Ik beloof jullie dat de volgende series van mijn internaat langer worden, leuker worden en spannender. Dus jongens, meisjes, als jullie denken serie wordt leuk, abonneer even op mijn kanaal dan en like even deze video. En laat even een reactie achter van dat jullie het leuk gaan vinden of dat jullie geabonneerd zijn of dat jullie erna uitkijken. Dus jongens, meisjes, sorry dat het misschien de hashtag 1 serie van een internaat misschien niet zo heel tof was dan ik gepland had. Maar hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, hashtag 5 enzovoort van de serie van internaat, hoe is het leven op internaat, worden echt wel tof. Dat beloof ik jullie, pinky promise. En abonneer even op mijn kanaal als je het leuk vindt en er wel naar uitkijkt. Of het wel ziet zitten. Dat zou ik heel tof vinden. Dat zou ik heel erg waarderen. Dus even abonneren alsjeblieft, jongens en meisjes. En like deze video even. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende video. Ik ga vlogs maken en ik ga die series maken. Echt wordt tof. Ik beloof het jullie. Pinkje promise. Abonneer even en tot de volgende video. Laters. Ik beloof jullie dat de volgende series en de volgende vlogs leuker gaan worden dan ik al tot nu toe heb gedaan. Beloofd.